kijkers van online game van harte welkom terug bij de ultieme aflevering van Minecraft Survivor. Jongens, het is vrijdag, betekent natuurlijk weekend. En dit weekend een hele speciale weekend, want we gaan natuurlijk onze verjaardag natuurlijk vieren dit weekend. Dus vandaag natuurlijk Minecraft Survivor. Om 6:30 is er natuurlijk een video. Om 7:30 is er nog natuurlijk een video. En om 8:30 vanavond Assassin's Creed Odyssey in première. En dan hebben we natuurlijk morgen nog 2 games. En zondag om 2:30 natuurlijk de livestream van Minecraft Survival. We gaan uiteraard natuurlijk gewoon nog even door met ons huis. We zullen, als jij tijdens de livestream, zullen we ons huis verder in gaan afmaken. En ik heb ergens een piepklein foutje gemaakt. Dus dat gaan we eens even herstellen. Dan moeten we pickaxe gaan gebruiken. Dan moeten wij dus deze kant even weghalen. Ja. Deze kant even ook. Oké. Want we hebben meerdere van die dingen nodig. Dan gaan we natuurlijk met het dak beginnen. Moet ik eens even kijken of ik een goede foto. Ja, ik heb al foto's geknipt nu. Ja, nou, dit hebben we dus zo gedaan. Oké, kijk, die is zo. Dat is goed, die was volgens mij ook zo. Zo, ja. En dan moeten die... trappen, die moeten er weer bovenop, dus hier erop, en dan moet dat totdat die in het midden is, moeten we even hebben. Dat is goed, ik ga eens heel even kijken. Dit hebben we gebouwd. Dit ook. Ja, moet die direct zo. Bam. Dus hier moeten we gelijk de bovenop weer trappetjes. Heb ik überhaupt de deur? Nee. Om er fatsoenlijk erop te komen. Laten we dat dan heel eventjes wat gaan pakken hier. Nou kijk, 4 steps, dat is genoeg. Nee, laten we daar inderdaad wat meerdere pakken. Hè? Want dan weten we zeker dat we genoeg hebben. Goed. Ik zal heel eventjes hier... Zo, ach, wat moeten we dan doen? Moeten we hier, daar bovenop... weer een... dingetje doen. Dat, oh, daar viel ik bijna ervan af. Is niet de bedoeling. En daar moeten we... Waar moeten we dan op? Ik heb er trouwens ook een foto van gemaakt. Dat is veel beter. Gewoon een blok of zo. Goed, dit of net... Dan, ja. Daar lijkt het wel op. En dan moeten we deze... Waar gaan we? Dan weet ik niet of dat ook... Ja, en dan moeten we dus ook aan de zijkant doen. Dus ergens via deze kant.
tot hoe ver? Die is vrij hoog. Even iets terug, Moet even kijken tot hoe ver. Ik denk gewoon. Kijk tot dan hier. Kijk, dan moet ik dit heel even alles wat weg gaan halen. Ik weet niet. Oh, tot hoe ver? Dat is sowieso 1, 2, 3. Wow, kunnen we dat eens even aan die kant zien? Hier kunnen we zien 1. Ach, we gaan eens even kijken. Ja, nou, dit is dan wel zo. De trapjes zijn dus zo. 1, 2, 9. Dus 1, 2. Vijf, zes. Zeven, acht. Eens even kijken. Ja, dat hebben we gedaan. Acht. Dat klopt. En dan moet je dat ook aan die kant. Dus dan moeten we even een blok neerzetten. En dan moeten we die via deze kant doen. Dus zo, en de rest, dat moet het dus ook de andere kant op. Dus dan moeten we dat echt even zo doen. Goed, dus hebben we het zo. Het moeten aanpakken. Dan kunnen we die weer weg doen. Zo, dan zie ik tenminste mijn opname. Ik zie maar mijn programma waarmee ik doe opnemen. Dat is goed zo. Alleen dan weet ik niet wat we hiermee moeten doen. Of dat ook er doorheen laten trekken. Of zo laten. We kunnen het ook gewoon. Alleen die moet dan nog weg. Ik kan erbij. Nee, net niet. Dat is jammer. Oké. Dit moet zo. Hoe we dit moeten aanpakken, geen idee. Maar dat zien we dan nog wel. Dat moet dus aan de andere kant. Moet het dus ook. Dit hebben we gedaan, dan moeten we daar naar boven zien te komen. Dus hier even een trap. En dat is dus hier ook. Trap. Trap. Trapje. En wat was het dan? Dan was het gewoon een blok. Dus die ertussen. En dan die blok ertussen. Kijk.
zo moeten we dat dus doen. En dus dan moeten we dat nu dadelijk aan de andere kant ook gaan doen. Maar daar hebben we meer stenen voor nodig. Dat was niet zo handig wat ik nu meteen deed, maar goed. Als het goed is was dat zo prima. Wacht, ik had meer steen nodig. Met die en die pakken. Dan weten we zeker dat we genoeg hebben. 12, 16, dat is genoeg. Om de andere kant ook te doen. Precies. Nou, dus die. Eigenlijk direct hier aan de zijkant die balk. Dus dan moeten we even de andere kant oplopen. Even kijken waar precies. Echt, dus daar gelijk. Over dit, ja. Dan moeten we dit gelijk. Dat doen we natuurlijk andersom. Dit is dan wel zo, nou goed. En dan moeten we nu 4. 1. 2. 3. 3. En deze is 4, dus als het goed is. We moeten dus nu. Een steen erop. En die moet zo. En dan moeten we precies de andere kant weer om, nou omlaag wilde ik zeggen. No! We zijn weer naar beneden gevallen. Laten we trouwens even al deze dingen weghalen, anders hebben we daar echt zo ontzettend veel van die dingen. Zo, en deze die moet dan ook andersom. Ja, zoiets, ja. Beter dan dit kan ik niet doen. Ik weet trouwens niet of ik de zijkanten dan ook zo dan langs moet gaan zetten. Hier in ieder geval niet, dus dit laten we dus ook heel even openstaan. Oké, dan moet ik.
moet ik eens even kijken wel verder. Oké, we moeten nu van die slabs hebben. En die moeten we helemaal zo erlangs trekken. En dan moet met cobblestone. 24. Oké, nou, dat zou genoeg moeten zijn. 24, dat zou wel half kunnen zijn. Dit was het midden. Het was veel mooier geweest als we precies hier al langs. Maar we doen het precies zo. Ja, nou, dat maakt niet uit. Ik weet niet of we er wat op kunnen bouwen. Ah, dat is dan zo wel. We kunnen er niks echt opbouwen, maar dat hoeft ook niet. We hoeven er niks op opbouwen. Oké, en dan moeten we dus zo. Dan gaan we even kijken of we precies uit gaan komen aan die kant. Gaat dit heel voorzichtig. Ja, als we vallen is het niet zo'n hele ramp. Het is niet echt mega hoog. Kijk, als we meteen de grond was, was het wat anders geweest. Het is niet precies het midden. Maar ik weet niet of dit het de zolder gaat worden, dat weet ik dus niet. Zo. Ah, dit gaat wel goed uitkomen. We kunnen er in ieder geval niet meer er bovenop hier gaan bouwen. Ja, dan moeten we eerst slabs erop zetten. 6 stuks. Ik hoop dat het gaat uitkomen. Maar we zijn bijna aan de overkant van het huis. Ik heb het gevoel dat deze wat hoger is. Of ligt het aan mij? Het ligt niet aan mij, maar we komen er wel één tekort. Eén komen we tekort. Nou ja. Dan gaan we dat morgen, zondag om 1:30 gaan we feesten. Gaan we proberen om het huis volledig helemaal af te maken. Ik zou binnenkort zo snel mogelijk die livestream alvast in te plannen. Want dat gaat helemaal goed komen. Kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot zondag om 1:30 bij de livestream dan, hè jongens. Mazzel!